Vakantieopvanghoeken is voor vele ouders een hele puzzel. Nochtans is het aanbod in Antwerpen redelijk uitgebreid en heel divers. En sinds kort vind je al deze organisaties terug op één handige website. Er is zelfs al opvang voor de allerkleinste. Dag Jolijn, jullie focussen hier op kleuters. Wij werken inderdaad met de kleuters. Wij werken rond een bepaald thema en wij bieden eigenlijk zowel knutselactiviteiten als bewegingsactiviteiten aan. Nu zijn ze aan het knutselen, maar er zijn ook buitenactiviteiten voorzien. Er zijn ook speeltuinwerkingen waar kinderen van 4 tot 12 terecht kunnen, zelfs voor maar één dag. Mama, we gaan nu bang bang spelen. Yeah. Bang bang bang, he shot me down, bang bang. Op het speelplein worden in de voor- en in de namiddag activiteiten georganiseerd. Er is een open spelaanbod. Mogelijk moet je wel reserveren, dus bekijk zeker de website. Jullie lopen naar het net en dan krijgen jullie van mij een, hoe heet dat nu dat net? Een volley. Een volley, inderdaad. Of brengt jouw kind het liefst een vakantie als sportend door, dan zijn er ook sportkampen waarin je helemaal kan onderdompelen in een nieuwe sport. Zoals padel. Perfect, bal weer al. En nog. Jullie zijn hier een week bezig met padel, maar wat is dat eigenlijk? Padel is eigenlijk momenteel de snelste sport eigenlijk in Vlaanderen. En dat is een combinatie tussen tennis en squash. En wij proberen een week tijd van jongeren zoveel mogelijk de sport te laten leren kennen. Dus het is zeker de moeite waard om het te proberen. Dus ben jij nog op zoek naar een vakantieopvang voor je kind? Er is een heel ruim aanbod van themaweken, dagactiviteiten, sportkampen. Dus ga zeker eens kijken op de website en schrijf je kind in. Bij sommige organisaties kan je zelfs nog terecht tot op de dag zelf. Yeah.